Ja, en sommige stammen dus uit de tijd dat, dat ze daar nog geen blanken gezien hadden. Ja. Ja, iedere houtsnijder heeft toch wel een beetje zo zijn eigen stijl. Nou, die Gerbrands die is ook bekend geworden erom dat hij op een gegeven ogenblik ook echt onderscheid begon te maken tussen de houtsnijders en hun stijl. Dus hij begon ook te ontdekken dat er bepaalde houtsnijders. Ze hebben het mooi ingericht, hè? Echt heel, heel interessant. Als een woud. Het is echt geweldig. En dan die beelden erachter. En dat kaasstuk wat ze hebben opgehangen en een beetje donker groen. Wat het ook is. Ja. Het is veel mooier dan tegen de witte wand. Oh ja. Aangespoeld aan de Australische kust, hè? Oh. Ja. Zag je dat? En dan voel je zoveel andere dingen zo van binnen mooi. Ja. Dat is zo een van dingen. Ja, er zit een enorme kracht in. Ja. Dat is eigenlijk wel eens iets van, daar hadden ze eigenlijk niet moeten doen. Dan ga je naar iemand anders verbreken. Ja. Dit is denk ik van die matjemos, deze voorste. Deze, die voorste, ja. Die is heel bijzonder. Moet je eens kijken hoe mooi die koppen zijn. Ja. Heel diep ingesneden ook, hè? Ja. De links van ook. Ja. Die twee zijn dezelfde, ja, hè? Ja, dat denk ik ook, ja. Hey, het licht verandert, ja, ook jammer, steeds. Ja, nou inderdaad. Thank you.
onze Art Deco is ook bijvoorbeeld heel erg beïnvloed hierdoor. En natuurlijk Picasso en Matisse allemaal. En Constant, hè, die heeft het ook altijd verzameld. Of Corneille bedoel ik? Corneille, ja. Oh, nou wordt het weer lichter, hè? Het heeft wel hier en daar een heel mooi effect hoor. Ja, ja. Dat donkere licht. Of dat. Ja, ik zie dat soms het licht van onder de weg valt. Nou wordt het echt weer lichter. Nu komt het licht van boven. Oh, nee. Ik zal deze voor jou. Dit is mooi nou zo. Oh. Ik zal deze voor jou kopiëren ook. Dan ja. Kun je het op je. Heb jij een breedbeeld met Leo? Nee, daar ga ik wel Leo mee. Die heeft een breedje. Die dvd'tjes zijn heel goedkoop, hè? Nog geen euro geloof ik per stuk. Om ze dus te kopiëren, deze bandjes. Oh, dan heb ik dan een setje thuis. Valt me nou op dat daar ook een heel bijzonder. Nou hoor je het hout kloppen, hè? Het hout bijtelen. Snijden, dat dit dan toch een beetje scheef staat. Ja. Nou, het waren ook altijd hele belangrijke mensen die dit deden. Ja, ja. Echt erg in aanzien stonden. Ja, precies. Ja, maar die is ook heel mooi. Heel mooi. Zeker die bovenkant. Je ziet daar een filmpje van een roeien in het midden. Ze zingen mooi, vind je niet? Best opzwepend en helder.
Ja, dat is. Doet het goed, zo die tandjes met dit licht. Ja, hè. Ja. Ze zijn een beetje net als Ma, denk ik. Ja, maar daar kan ik het ook wel zien. Ik wist het toch de dag ja. Op